Elk jaar komt Sinterklaas met Piet langs in de locaties van zorggroep Telles. Een prachtfeest waar veel cliënten elk jaar weer naar uitkijken. Door corona is het helaas niet mogelijk om Sinterklaas binnen te laten. Daarom bedacht ze een creatieve oplossing. En wat komt Sinterklaas doen? Sinterklaas komt mensen even een hart onder de riem steken in verband met de coronaregels. En daar doen we alles voor eigenlijk. Dat cliënten toch een dag prettig doorkomen. Hoe is het om op deze manier dit te doen? Nou, ik ben wel gewend om hoogte te leven natuurlijk. Ja. Maar normaal doe ik dat met zo snel. Maar ja, je had een rustdag vandaag. Ja. Dus zo snel kon er niet bij dus zijn. Dus nu een hoogwerker. Nu heb ik een hoogwerker kunnen vragen om toch maar bij de mensen te komen. Maar u heeft geen hoogtevrees? Nee. Nee, wij oefenen op vloedjes. Eerst één vloedje, dan twee vloedjes. Tot je zo hoog bent als het gebouw. Hè. Hoe is het om deze oudere mensen op deze manier te verrassen? Dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig om al die kinderen, groot en klein, want ook al ben je bijna 90, blijf je kind natuurlijk, hè? Het ziet er gevaarlijk uit, maar volgens mij vindt Sinterklaas het wel leuk om te doen. Sinterklaas heb ik gesproken in Spanje en het uitgelegd van wat we van plan zijn. Hij vond het geweldig, hij had dit nog nooit meegemaakt. Nee, het wordt een feestje alsnog. Dit wordt echt een feestje, ja.